Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Nemen in de tijd en om jullie mee te nemen in de tijd heb ik contact gezocht met meneer Pim de la Parra. Hey Pim, hoe gaat het met u? Ja, we leven nog. Mooi, dat is aardig goed nieuws. Ik werd onlangs 18 jaar, dus dat is toch... Ik ben blij dat ik weer buiten mag spelen met de jonge meisjes. U heeft nog een heel leven voor zich, meneer Pim. Meneer Pim de la Parra, we kennen u als de bekende filmregisseur. Wat kunt u mij een beetje over uzelf vertellen? En hoe was het leven in Suriname in uw tienerjaren? Aha. Oké. Ik ben in 1940 geboren. 5 januari. In Paramaribo. Aan de Kosterstraat. Mijn vader heette Richard Leonard de la Parra. Hij was de zoon van een Joodse apotheker, Maurus Julius de la Parra. En een beetje Indiaanse vrouw, gemengd met Schotse immigratie, Elisa Limes. Hij is geboren in 1908. En mijn moeder was Mavis Spong. Zij is... Hallo? Ik hoor u goed hoor. Ik zit heel rustig naar u te luisteren. Oké. Mavis Spong is een afstammeling van Engelse immigranten die in de 18e eeuw naar Suriname kwamen. Wauw. Dus helaas overleed mijn moeder Mavis al toen ik 7 was. En dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ik kan me heel goed voorstellen. Maar ik kreeg toen, ik verhuisde toen met mijn broertje, Henk. Hij was 1,5 jaar jonger dan ik. We verhuisden toen naar het, van de Kosterstraat waar wij woonden met onze vader en moeder. Verhuisden we naar de Zwartenhovenbrugstraat. Dat is in het geboortehuis van mijn vader. Dat is hartjecentrum, hè, meneer Pim? Ja, daar ben ik vanaf mijn 7e dus... grootgebracht boven en achter de apotheek van mijn grootvader. Omdat mijn vader, R.L., Richard Leonard, hij kon niet langer na de dood van zijn vrouw. Vond hij het moeilijk om met de 2 jongetjes in dat huis te blijven. Waar hij zo gelukkig met haar was geweest. Dus hij heeft ons meegenomen terug naar het huis waar hij geboren werd. En daar woonden toevallig ook... enkele van zijn zusters. Mm-hmm. En die hebben mijn opvoeding eigenlijk in de hand, ter hand genomen. Zoals tante Pop, oftewel Paulina. Of tante Gus, oftewel Augusta. En tante Jet, oftewel Henriette. En tante Tilde, oftewel Mathilde. En ook nog een tante Nita. Dus ik ben eigenlijk opgevoed door 5 vrouwen. En dat heeft ook een blijvende indruk gemaakt. Wat dat betreft bent u dus toch weer uiteindelijk heel rijkelijk opgevoed. Toch? Wellicht, maar goed. Ja, maar goed, je hebt maar 1 moeder natuurlijk. Nee, dat is waar. En de tantes, die wisten heel goed dat ze niet de moeder waren, maar een tante. En dan willen ze ook weer niet te veel, begrijpt u? Ik begrijp het heel goed. Een vraagje tussendoor, meneer de la Parra. Hoe was het verkeer in die tijd? Verkeer? Ja. Heel fantastisch. U bedoelt het verkeer op de openbare weg? Ja, op de Zwartenhovenbrugstraat zelf. Oké, daar waren toen nog palmbomen. En ik had samen met een paar vriendjes van de Hendrikschool, had ik op mijn 12e, 13e, hield ik hele schriften bij. Waarbij wij de autonummers van de in de stad rijdende auto's noteerden. Dus jullie waren al heel jong rechercheur? Ja, we waren een beetje stommelingen. We waren nogal trots erop. Mijn vader kreeg op een gegeven moment een Austin. Dat is zo'n Engelse auto. Ja. En ik kan me herinneren dat het nummer van zijn nummerplaat was 2503.
2503. Wow. Dus je kan nagaan, in die tijd, 1955 praat ik nu, waren er niet meer dan 3000 auto's in Paramaribo. En in de Zwartenhovenbrugstraat, opgroeiende, moest je uitkijken bij het oversteken of zag je ze aankomen? Ach nee, het gevaar was niet zozeer auto's of... Nee, er was geen gevaar. Men reed nog niet zo wild als tegenwoordig. Er waren fietsers. Er waren ook veel ezelskarren. Mm-hmm. En dagwaji. Die heb ik gezien, ja. Op hele oude afbeeldingen zie ik dat wel eens. Ja, ja. En daarop volgend kwamen uw tienerjaren. Hoe was dat een beetje opgroeiende in Paramaribo? Paramaribo is een groot gat, zoals er op de aardbol, zoals er ontzettend veel van deze grote gaten zijn. Met gat bedoel ik een onbekende, kleine plek waar het eigenlijk paradijselijk wonen is. Als je tenminste je niet wil laten gek maken door de mode van de moderniteit. Ja, dus ja. De meest gezegende mensen op aarde wonen volgens mij op plekken zoals Paramaribo. Ook nu. En daarom woon ik hier alweer. Dit jaar wordt het 25 jaar dat ik ben geremigreerd. U woont nog steeds weer in Paramaribo? Ik ben in 1996 geremigreerd. En we zijn nu inmiddels in maart. April is het precies 25 jaar geleden dat ik ben geremigreerd. Nadat ik in totaal ook wel zo'n jaar op 28 in Nederland heb gewoond. Oké, we komen daar straks op terug. Ik breng u eventjes naar de film One People, waar heel veel mensen u ongetwijfeld ook van kennen. Hè? Want de film One People wordt tot de dag van vandaag enorm goed bekeken. Ja, ja, ja. Heb je hem zelf ook gezien? Ik heb hem meerdere malen gezien. Nou, sterker nog, ik zal u vertellen dat een familielid van mij erin speelt. En wie is dat? Dat was die Hindoestaanse opa. Aha, die meneer Symbool. Wie? Meneer wie? Ze noemde hem, zijn bijnaam was meneer Symbool. Symbool? Hij was die bij die huwelijksvoltrekking door zijn naar voren komt? Nee, hij was de vader van Rubia. U bedoelt uw grootvader, of u praat over Seupal Suklal? Klopt, ja. Aha, dat is een van de grootste acteurs van Paramaribo. Ja, dat was... Ik heb nog steeds contact met zijn dochter, Bea, die in Nederland woont. Oké. Okay. Bea Jackery. Hé, hey, meneer Seupal Suklal, die heb ik ontmoet dankzij de heer... Onze casting agent, die zelf ook een rolletje speelt in die film, Eugène Ramdin. Hij heeft de meeste, behalve Rubia, die heeft Borger Breveld, heeft die ontdekt of ontmoet. Maar Eugène Ramdin, dat was een culturele gigant, die hier ook bij de SCVS radioprogramma's had, televisieprogramma's. Ja. Die te maken hadden met het openbreken van de Hindoestaanse culturele gemeenschap. Ja, want, om die bekendheid te geven. Want de film die heeft aardig wat mensen destijds aan het denken gezet. Hè? En dan wil ik aan u vragen, hoe bent u op het idee gekomen om deze film, die in 1976 in première is gegaan, om dat te maken, expliciet? Oké, dat gaat terug naar 1962. Ik was toen 22 en was sinds... ik was ongeveer 2 jaar in Nederland, waar ik politieke en sociale wetenschappen studeerde. En in dat jaar 62 ben ik overgestapt naar de Nederlandse Filmacademie. Omdat ik ontdekte dat ik niks, grote branding had om met politieke wetenschap bezig te houden. Mm-hmm, mm-hmm. Maar toen kreeg ik een advertentie uit de West, toegestuurd door mijn vader, waarin een advertentie stond
van STICUSA. Dat was de Stichting Culturele Samenwerking tussen Suriname, Nederland en de Antillen. En STICUSA had een scenarioprijsvraag uitgeschreven. Dat was voor een scenario voor een eerste Surinaamse speelfilm. En dat was in de jury zaten de heer Frits Pengel. Hij was toen de directeur van de STVS. En ook zat in de jury, en die was de voorzitter van de jury, de heer Albert Helman. Oftewel Lou Lichtveld. Enfin, dit heeft me aangespoord om... De winnaar van de prijsvraag om een scenario op te leveren voor een eerste Surinaamse speelfilm. Mm-hmm. Die zou geloof ik 1500 toenmalige Nederlandse gulden krijgen. Was dat budget voor de film of was dat gewoon als prijs? Nee, dat was gewoon als prijs. De winnaar van de scenarioprijsvraag zou een bedrag van 1000 of 1500 NFL krijgen, Nederlandse Floriën. Dat was heel veel geld in die tijd, hè, meneer Pim? Dat is 4 maal zoveel als ik per maand uit Suriname kreeg om in Amsterdam te wonen. Maar goed, ik heb toen een verhaal opgeschreven, dat heette toen... Soan Lobiso, gebaseerd op een lied dat ik kende. Soan Lobiso, Soan Lobiso, Soan Lobiso, Soan Lobiso, Soan Lobiso, Minoshi Ete. U kent dat niet, wel? Ik ken het nummer, ja. Oké, dus dat was de titel van mijn scenario. En mijn scenario ging over een Creoolse jongeman, Roy, die met een Surinaamse, Hindoestaanse, die verliefd werd op haar en vice versa. Ik had daar nog niet de naam Rubia ontdekt, maar... ik heb nooit meer wat gehoord van mijn scenario dat ik op tijd had opgestuurd. En geloof ik 8 jaar later ontmoette ik de heer Frits Pengel in het Amerikaan in Amsterdam bij de restaurant Amerikaan, waar ik een afspraak met hem had. En toen heb ik hem gevraagd, meneer Frits, mag ik u wat vragen? Waarom heb ik nooit meer wat gehoord van mijn instemming naar uw prijsvraag over een scenario voor een Surinaamse film? Nou, hij stond met open mond en schaamde zich diep en zei toen, neem me niet kwalijk, jongeman, maar jij was de enige inzending. Wow. Ik zei toen, ja, nou... Dan had ik dat geld toch moeten winnen. Maar daar had hij niet over nagedacht. Want eigenlijk vind ik dat een stom argument. Ik had die prijs moeten krijgen. Ook al was u... Als u de enige inzending was, dan heeft u toch de prijs gewonnen. Natuurlijk. Laten we ervan uitgaan dat een goed verhaal was. Hij was zelf ook filmmaker, want hij had een opleiding aan de Italiaanse, de Romeinse filmschool, de IDEC. De Centro Sperimentale. Dat is aardig, cinema. Hij was opgeleid als filmmaker en had nog bij een aantal bekende Italiaanse filmmakers geassisteerd. En hij kwam naar Suriname en met ook in zijn achterhoofd het idee om hier een keer een speelfilm te maken. Dus misschien dat hij onbewust een beetje jaloers was. Maar goed, ik trek dat ook onmiddellijk terug, hoor. Het zal wel niet. In elk geval, het was jammer, want als ik toen die prijs had gewonnen, dan... Maar goed, uiteindelijk heeft hij het toch verfilmd. En hoe? Oké, wel, wacht eens even. Ik praat nu over 1962. Ja. Ik heb dus datzelfde scenario met mijn goede vriend en medestrijder in dit leven vol van gruwelen, Rudy F. Cross, met wie ik in 1963 een film maakte van een uur, Megalopolis 1, samen met mijn neef Gerard van der Kuip, wij drieën, hebben op 16 mm zwart-wit een film gemaakt, Megalopolis 1, die gaat over een Surinaamse jongman die in Amsterdam woont,
en die verplicht moet gaan stemmen. Maar hij voelt zich helemaal geen Nederlander. Hij voelt zich niet thuis in Nederland. En hij, hij besluit de hele dag niet te gaan stemmen. Daar stond toen nog een behoorlijke geldboete op. Praten we 1963. Anyhow, met Rudy Cross heb ik de film gemaakt Megalopolis 1. Die in 1963 een eervolle vermelding kreeg op het internationale studentenfilmfestival Cinestuut. Dat werd gehouden in Criterion Amsterdam. Oh, prachtig. Als ik zo laat luisteren, denk ik dat ze die geldboete weer in het leven moeten roepen. Want tot hedendaags doen ze moeilijk met stemmen hier. Nou ja, ik weet het niet. In elk geval, Rudy Cross was de persoon. We hadden elkaar beloofd. Ik had hem beloofd dat wij samen aan de film zouden werken als screenwriters. Want hij was een begenadigde, een lyrische dichter. Hij was eigenlijk een kunstenaar, niet alleen maar een journalist of met politieke inzichten en ambities. Hij was gewoon een geweldige inspirator en het was vanaf het begin duidelijk dat ik op een gegeven moment na mijn afstuderen van de Nederlandse Filmacademie, ik ben overigens nooit afgestudeerd, dat ik uiteindelijk zou proberen een lange fictiefilm in Suriname te maken. Hoe was het even voor mij beeldvorming en die van de luisteraars, hoe was het in die tijd in Nederland voor Surinamers? Oké, dat kan ik natuurlijk. U weet dat ik een blanke huid heb. Ja, dat weet ik. Mi kumba blanca, maar mi wit nog ke. Ja, maar, dus dat sowieso, daarom. U ging ook met ook Surinamers om, toch? Ja, uiteraard. Ik was ook in de. Maar ik bedoel te zeggen, ik ben zelf niet zwart of bruin. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. En, maar ik ging ook, was getrouwd met een vrouw uit. Een Chinese vrouw uit Sumatra. Die was eigenlijk een Blanda Indo. Zo. Kinderen, mijn zoon en mijn dochter, die zien er ook niet Nederlands uit. Maar u weet dat wanneer je zelf blank bent, zoals ik, dan de andere mensen, zeker in Nederland, zien je ook aan voor een van hen. Ik ben dus niet zwart. Begrijpt u? Nee, begrijp ik. Als ik zwart was geweest of bruin, als ik had net als Borger Breveld, net als Rudy Cross, of net als Ruud Munkro, of net als Theopal Soeklaal. Als ik bruin of zwart was geweest, had ik natuurlijk nooit en te nimmer in die tijd in Nederland de carrière kunnen maken die ik heb gemaakt. Dat is goed duidelijk. Dat was een beetje mijn achterliggende gedachte om je die vraag te stellen. En ja, was er die tijd ook een beetje een Surinaamse scene, ook voor ja, jullie, ik zal maar zeggen, academici? Oké, er waren natuurlijk. Ik was ook lid van de Surinaamse studentenvereniging in Leiden. Ik heb zelfs een blad, dat heette Mamjo, dat onder redactie stond van meneer Finnetjaan en meneer Hans Limapo en nog andere William Manahing. En nog anderen. Het heette Mamjo. En daar ben ik op een gegeven moment samen met Rudy Cross ook toegetreden tot de redactie. En in 1963 hebben Rudy Cross, Gerard van der Kuip en ik dat blad gepolitiseerd en het overgenomen. En het uit Leiden naar Amsterdam gebracht. En we hebben het laatste nummer gemaakt, een Kitty Kotti nummer. 1963, juli, 1 juli. En dat was het allerlaatste nummer dat ooit verscheen. Wat moet ik me voorstellen bij de term gepolitiseerd, meneer Pim? Oké, de studentenvereniging, Surinaamse studentenvereniging, die in Leiden eigenlijk zijn hoofdbasis had, maar dat ging om studenten uit Amsterdam, Delft, Leiden, maar toevallig Amsterdam, Rotterdam, waar dan ook vandaan. Maar met gepolitiseerd bedoelen Rudy Cross, hoe moeten we dat zeggen? We hebben het meer betrokken op de actuele politieke realiteit.
Oké. Okay. Dan is het naar ons idee nogal abstracte wetenschappelijke jargon. Dat al die Surinaamse studenten, die intellectuelen, die academici bezigden. Was dat richting de Nederlands, was dat de Nederlandse politiek of de Surinaamse politiek of een mix van beide? Nee, wij waren jong en wij wilden naar een onafhankelijkheid toe. Wij waren jong en we wilden niet academisch bezig zijn. Maar goed, ik heb in 1962 ook voor de Surinaamse studentenvereniging meegewerkt aan een scenario voor een film, Wij in Holland. Het was een film die gemaakt is door een Nederlandse cameraman, Wim van Asperen. En het scenario ging over een aantal Surinamers die arriveerden in Amsterdam uit Suriname per boot. En je volgt dan, er was één Hindoestaanse jongen bij, een Creoolse jongen en zo. Een Japanse jongen, een Chinese jongen. En zo volg je ze op hun weg. Er waren nogal enkele hilarische momenten bij. Ik kan me goed voorstellen. Op een kamer aankomt waar geen bad is of douche. En hij moet gaan plassen, dan gaat hij in zijn wasbak plassen. Dat was een van de punten. Maar goed. Als u zegt, u wou dat onafhankelijk doen, dan moest er dan ook budget voor zijn, toch? Hoe deden jullie dat in die tijd? Budget waarvoor? Om die film te maken. Onafhankelijk, wacht even. Nou, ja, One People zou nooit gemaakt zijn als ik niet zo'n geweldige carrière in Nederland had genoten. Oké. Gisteren bijvoorbeeld kwam er nog van iFilm een bericht over dat ze de film Blue Movie van Wim Verstappen, regisseur en producer Pim de la Parra, dat ze die hebben gedigitaliseerd en hebben gerenoveerd. Zo, dus ik heb met Wim Verstappen samen eerst mijn eerste lange film gemaakt, Obsessions, die over de hele wereld is verkocht. Het had muziek van een Hitchcock-componist, Bernard Herrmann. Die had een scenario van de toen nog totaal onbekende Martin Scorsese, die een vriend van mij was geworden. Amsterdam was. Dus Scorpio Films van Pim en Wim, die werd bij de vijfde lange film, dat was Blue Movie, werden we miljonair. Okay. En zo volgden nog een heleboel films, zo heb ik al mijn films kunnen maken. Waaronder Frank en Eva Living Apart Together, waaronder Mijn Nachten met Susan, Olga, Albert, Julie, Piet en Sandra. En toen kwam als dertiende lange productie van Scorpio Films, kwam One People, wat mijn vijfde film was als regisseur. En dat was ook de laatste film van Scorpio Films, want toen gingen we failliet. Oké. Dus ik breng u even terug. U bent dus door het film maken, bent u zelf miljonair geworden. En ja. Toen heeft u eigenlijk het scenario wat u al in 62 had geschreven voor die prijsvraag, die heeft u later zelf uitgebracht. Dus dat is One People geworden. Ja, dat heb ik toen onmiddellijk toen ik in 1974 hoorde dat meneer Aron had beweerd dat Suriname het volgende jaar voor het eind van 1975 onafhankelijk zou worden, heb ik Rudy Cross gebeld en zegt, hey Rudy, Palou, nou moeten we samenkomen, want umus denkatori. Dus toen hebben we vergaderd, hij is naar Amsterdam gekomen en we hebben toen afgesproken om aan het scenario te werken. Hij gaf ergens lessen, dus ik heb dat goed met hem moeten afspreken. En gelukkig had ik ook geld, want ik was miljonair, om hem 3 weken onder te brengen in een hotel. Dat is het Hotel Pulitzer, toenmalige Hotel Pulitzer. Mm-hmm. Vlak naast mijn kantoor aan de Keizersgracht. En het scenario verder ontwikkeld, eerst in een soort screenplay zonder dialogen. En daarmee zijn we op zoek gegaan naar sponsoring.
En zo vonden we natuurlijk Sticusa. Maar omdat ik als bekende filmmaker, Nederlandse filmmaker, die ook miljonair was geworden, steeds had gewerkt met het productiefonds voor Nederlandse films, die de films mogelijk maakte, was het duidelijk dat een subsidieverzoek voor een film in Suriname zou niet geweigerd worden. Alleen, het zou ontzettend goed in elkaar moeten steken, dat script. En zo hebben Rudy Cross en ik bepaald dat we dat de film in 3 talen gesproken zou worden. Hij zou natuurlijk gesproken worden in de talen die in Suriname gesproken worden het meest. Dus dan heb je Suriname, Suriname en Nederlands. En ja. Dat was nogal, denk ik, een beetje aanpassen. Een beetje passen en meten, of niet? Kijk, ik zelf kon het Suriname niet en Rudy ook niet. Dus zo kwamen we op, hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de heer Eugène Ramdien. Die dus alle dialogen die in het Hindi, Suriname Hindi, in het Suriname moesten worden gesproken, die heeft hij vertaald. En voor die tijd had u niet het idee dat de film misschien, ja, voor Surinaamse begrippen misschien een beetje controversieel zou zijn of aankomen? Nou, maar uiteraard. Dat was ook echt de bedoeling? Maar natuurlijk. Het verhaal is toch duidelijk, het is een provocatie. En nog steeds is het een provocatie voor vele mensen, want veel is er niet veranderd. Ik bedoel, waar gaat de film eigenlijk over? De film gaat over wat je zou kunnen noemen alledaagse racisme. Alledaagse racisme, toch? En kijk, mensen die zeggen dat ze zelf geen racist zijn, die hebben misschien nog niet goed nagedacht. Maar ik heb dat vroeger ook gedacht. Nee hoor, ik ben geen racist. Totdat ik op een gegeven ogenblik de rijpheid kreeg, nadat ik ook overal op aarde had gewoond, van Tanzania tot Yogyakarta, tot Bangalore, Delhi, Mumbai, moest ik aan mezelf bekennen dat ik ook een racist ben. En zo heb ik ontdekt dat de hele wereld, iedereen is racist. Durven de meeste mensen dat niet te zeggen. Hoe omschrijft u uzelf als een racist? Nou, gewoon, het is ondenkbaar om tegenwoordig op aarde geboren te worden en opgevoed geworden door je ouders of je omgeving, zonder dat je racist bent. Gaat u maar na. Wat is per definitie een racist voor u, meneer Pimla Lapara? Een racist is iemand die denkt dat hij of zij superieur is aan iemand anders van een ander ras. Was u dat? Maar natuurlijk, dat ben u toch ook. Of hebt u nog niet ontdekt dat u ook een racist bent? Als u zou beweren dat u geen racist bent, dan hebt u nog niet goed nagedacht, volgens mij. Ja, ik heb meer een andere benadering erover. Ik zie mensen als mensen, maar als je in mijn straatje past, kan ik met je omgaan. Als je niet in mijn straatje past, dan en dat kan verschillen. Ik bedoel, je hoeft niet expliciet van een bepaalde afkomst te zijn of zo. Of zeg ik het? Ja, ja, ja. Heb ik mezelf nog niet gevonden? Nee, oké. Okay, nou ja, ik hou een beetje van provoceren. Maar mag ik u nou eigenlijk ook een vraag stellen? Ja, gaat uw gang. Want ik zag dat uw naam is Ray Darshan. Klopt, maar ja. Uw pseudoniem is Ray Rosé. Ja. Dus ik vroeg me af, hoe bent u op het idee gekomen om om dit pseudoniem te kiezen? Nou, ik heb het niet gekozen. Het is eigenlijk zo. Ik was vroeger een muzikant en ik speelde met mijn band. En daar gingen we optreden. En de hele band dronk bier, alleen ik dronk rosé. Aha. En dus op het moment dat we aankwamen om op te stellen, dan hoorde je altijd, hey Ray, Ray, je Rosé. En zo begonnen ze me Ray Rosé te noemen. Ja, ik kwam op de gedachte om u dit te vragen, omdat ik aannam, nadat ik begrepen had dat u een Surinamer van Hindoestaanse origine bent. Klopt, ja. Dat u Rosé, dat is eigenlijk, het heeft een kleur die je krijgt wanneer je witte met rode wijn zou mengen. Ja, dat is ook een beetje mijn huidskleur. Dus we vonden het ja, wel passen. Daarom dacht ik dat u misschien bedoelde in uw pseudoniem dat er een grotere weerspiegeling zou zijn van uw innerlijk. Dat u zich voelde
nog zwart, nog wit, maar moxie. Ja, zo voel ik me. Ik voel me eigenlijk Surinamer, hè? Een mix van alle culturen waartussen ik opgevoed ben. En is Darsan ook een uw eigenlijke naam? Ja, Darsan is zeg maar de naam van mijn grootouders. Maar schrijf je dat San, S-O-N? D-A-R-S-A-N. S-A-N? Ja, u kent die vier ook wel, toch? Darsan met een H. Ja, maar Darsan is ook, je gaat bij de guru op Darsan. Ja, klopt. Ik ben ook in Puttaparthi op Darsan geweest bij... Hoe heet hij nou deze? Hij is inmiddels overleden. Ik ben de naam is op mijn tong, maar ik ben het vergeten. Maar goed. Nou, ik vind het leuk om even aan de andere kant van de tafel te zitten. Het is wel fijn praten met u. Ja, ik had me voorgenomen om als er een goed moment zou voorkomen om u dat te vragen. En dit leek me een goed moment. Nou ja, bij deze. Ik was artiest en ik hield nogal van een rosé'tje. En ja, ik ben een beetje rooskleurig, dus ik kreeg al heel snel de naam Ray Rosé. Ja. Meneer Pim, ik neem u even mee. Hè, want jaren geleden heeft u tegen mijn hoofdredacteur, de heer Dennis Lapar, heeft tegen hem gezegd. Heeft iets tegen hem gezegd wat ik vandaag... graag aan u wil voorleggen. Dan gaan we weer de tafel omdraaien. U heeft tegen hem gezegd, kijkt u meneer Dennis, ik heb in vele landen gewoond en al heel veel van de wereld gezien. Nu woon ik in Suriname, een land dat echt een paradijs is. Kunt u aan mij en de luisteraars vertellen hoe u het wonen dus ervaart in Suriname? En is Suriname daadwerkelijk een paradijs? Meneer Pim de La Parra. Oké, wel. Die uitspraak die u net doet, die is gedaan door mij. Door, klopt. Wiens naam is Pim de la Parra. Ja. Dus het is mijn inzicht. Het is uw uitspraak, ja. U heeft het ooit tegen Dennis gezegd, ja. Oké, dus deze uitspraak moet u zien als volgt. Ik ben geboren in Paramaribo en heb tot mijn 20ste jaar hier gewoond. Non-stop. Toen ben ik naar Nederland vertrokken en daar heb ik... Ik was op mijn 24ste al in... Nu hoor ik plotseling een echo op mij. Ik hoor mezelf... Is het zo beter? Zo beter? Nou, daar even kijken. Ja, in Europa ben ik natuurlijk... Ik was al heel vroeg in Moskou, in Oost-Duitsland. Ik heb behoorlijk veel gereisd in zowel West- als Oost-Europa. En ben op een gegeven moment was ook al op mijn 30ste in Jakarta en ook in Thailand, in Bangkok. En op een gegeven moment, toen ik failliet was gegaan, dankzij One People, wilde ik niet langer in Nederland wonen. En ben ik teruggegaan naar, op de Antillen gaan wonen. Heb gewoond op Aruba, Bonaire en Curaçao. Mag ik even een brutale vraag tussendoor zetten? We parkeren het even, ik neem u mee daar naartoe. Hou vast. Maar u zegt net, u bent failliet gegaan door One People. Hoe dan? Nou, One People... hoe dan? Omdat er niet genoeg mensen kwamen kijken. Kijk, in Paramaribo dacht iedereen dat ik rijk werd met One People... omdat er hier films in 11 bioscopen uitgebracht... met kopieën die ik heb betaald... Maar hij heeft ongeveer 100.000 bezoekers gekend. En dat is voor een land als Suriname natuurlijk veel. Maar dat stelt niks voor. In Nederland is de film uitgekomen in 25 kopieën. Waarvan ik zelfs de regering Aron bereid heb gevonden om die kopieën te betalen. Om de film een grote bereik te geven. Maar er is niemand komen kijken. Wat heeft de film One People u gekost om te maken, meneer Pim? Het budget van de film is ongeveer geweest 1,25 miljoen Nederlandse gulden. Wow. Van toen. Maar om dat bedrag binnen te krijgen. Kijk, de Nederlander was toen en is nu nog steeds volgens mij... niet geïnteresseerd in een verhaal over bruine en zwarte mensen. Dat heb ik ook met de schok moeten ontdekken toen ik met One People naar Cannes ging. Het filmfestival in Cannes. Daar was
heb ik Borger Breveld voorgesteld aan mijn eerste filmleermeester Joris Evans. Maar toen heb ik ook in, dat, in 1976 in Cannes gemerkt, waar ik elk jaar kwam, dat, dat al mijn vrienden, filmvrienden, overal vandaan, die plotseling niet meer geïnteresseerd waren in mij. Omdat zij zich schaamden. Ze gingen überhaupt niet kijken naar de vertoning van One People. Omdat toen heb ik pas ontdekt op mijn 36e, dankzij One People, dat er gewoon wat racisme is. En dat het gewoon heavy is. Wat deed dat met u als persoon, meneer Pim? Als persoon? Nou, daar heb ik een heel boek over geschreven, meneer Ray. Het boek heet Prins Pim, Overdenkingen van een levensgenieter. Die ga ik echt lezen. Nou, dat is niet. Dat is een autobiografische roman waar alle brieven in staan. Waar alles in staat over mijn faillissement. En ook over mijn verhouding met de toenmalige prinses Beatrix. Met wie ik twee kinderen krijg. Dat was zeg maar een fantasie van u? Ja, maar dat is ook gewoon waarom ik failliet ben gegaan. En hoe zagen die kinderen een beetje uit? Een beetje roze? Nou, de kinderen waren genoemd naar Jopie en Lobit. Het waren een jongen en een meisje. De jongen heette Jopie, naar Jopie Pengel. En het meisje heette Lobit, naar de Rijn stroomt bij Lobit in ons land. Is dat wie? Ja. En je had het een beetje uit frustratie eigenlijk, zo'n beetje. Dat is op dat boek van mij, die autobiografie, zijn er, heeft alleen Michiel van Kempen in zijn De Literaire Geschiedenis van Suriname, of De Geschiedenis van de Surinaamse Literatuur. Hij is eigenlijk de enige die dat boek serieus heeft genomen. Oké. Uiteindelijk, hè, mag ik meneer De La Parra zeggen, mag ik Pim zeggen? Je mag zeggen wat u wilt. Okay. Mag ook Parra De La Pim zeggen. Oké, okay, Parra De La Pim. nee, meneer Pim. Nee, ik mag gewoon Pim zeggen. Oké. Okay. Maakt me niet uit. Pim, ik vind het lastig hoor, want ik heb heel veel respect voor u. Vooral hoe ik zo naar u luister. Maar uiteindelijk, hè, even neem ik u mee in de tijd. Ja, ik ken als Surinaamse jonge man dan, hè, inmiddels niet meer zo jong, maar toch een andere generatie. Dat is een van de enigste films uit Suriname die ik ken. Tegenwoordig worden er iets meer gemaakt, mondjesmaat, heel weinig. Maar One People is eigenlijk de enige, u zegt ja, u bent eraan failliet gegaan, maar het is de enige succesvolle film die ooit in Suriname geproduceerd is. Of, maar wat verstaat u onder succesvol? Nou, dat het heel veel bekeken is en dat het nog zoveel jaren doorgaat en nog wederom bekeken wordt. En even... Nee. Het is niet, dat klopt niet helemaal wat u zegt. Okay. Film, alle Surinamers kennen die film. Of laten we zeggen, heel veel Surinamers kennen die film. Een heleboel Surinamers van Hindoestaanse afkomst, die kennen die film niet en willen hem niet kennen. De film heeft te weinig geld opgebracht in de bioscoop omdat je kan praten van een succes. De film is eigenlijk een commerciële flop geweest. Daarom ben ik failliet gegaan. Nee, kijk, als de film een succes was geweest, dan was Scorpio Films niet failliet gegaan. Nee, dat begrijp ik. Probeert u even met mij mee te gaan. Het is, ik begrijp dat het een commerciële flop was. Dat het geen kaskraker was. Maar het was geen succes. Het is wel een tijdloze film geworden. Iedereen kent het. Maar dat komt pas omdat in het jaar 2000... dus ongeveer 25 jaar nadat de film is er plotseling in Nederland een herwaardering gekomen. Die is veroorzaakt doordat een Nederlandse professor film, SWP, mevrouw Patricia Pister, een groot artikel schreef over One People. Waarin ze eigenlijk voor het eerst neerschreef dat een geweldige film was. De enige positieve, bewonderende filmrecensie die One People in Nederland heeft gekend, is afkomstig van de schrijver W.F. Hermans. Die, zoals u misschien weet, een Surinaamse echtgenote had. Hij heeft destijds een artikel geschreven in
een week, Nederlands weekblad, de Hollandse Hoogte of Hollandse Diepte of zo. Hij heeft opgenomen, dat artikel heeft hij opgenomen in een bundel die hij heeft uitgebracht. Ik draag geen helm met vederbos. Hij is de enige die positief voor de film heeft geschreven. En wat deed dat jaren na dato, na al uw frustraties, wat deed dat met u? Kijkt u, ik had geaccepteerd dat het zo is gegaan en heb weer nieuwe films gemaakt. Ik heb veel minimal movies gemaakt. Ik ben niet gestopt na mijn sabbatical van 5 jaar op Aruba, Curaçao, Bonaire. Ben ik doorgegaan met film maken. En toen uiteindelijk de herwaardering kwam, verschenen er elk jaar wel 1 of 2 artikelen die One People positief belichten. En toen heeft de iFilm, het voormalige filmmuseum, heeft de film gerenoveerd. Dat is gerestaureerd en opnieuw uitgebracht. Dat was in 2010. En ten gevolge van die digitalisering en die uitbreng is de film een kleine ontdekkingsreis begonnen langs enkele relevante filmfestivals. In Amerika, New York, Los Angeles, in de Caribbean, op Trinidad en Tobago, so, Aruba, so, in Cuba, Havana, nou ja, in Venezuela. En dus dankzij die 25 jaar dankzij het feit dat die film 25 à 30 jaar nodig had om te rijpen en er toen goede recensies kwamen, kreeg de film eindelijk, werd bekend dat het eigenlijk een iconische film was. En dat is dan wat u noemt succes. Ja, u heeft het heel mooi omschreven. Eigenlijk is dat wat ik bedoelde met succes. Hoe kijkt u nu terug naar de film? Oké. Als we het hele traject meenemen. Oké. Het is een wereldfilm en ik denk dat hij niet... u zei eerder, hij is tijdloos. Dat is inderdaad zo. En toen zei ik, ja, omdat hij over racisme gaat. Hij gaat over alledaagse racisme. En dat kan je overal op aarde herkennen. En de film is nog steeds gewild, maar hij is nog niet overal te zien geweest. En omdat hij tijdloos is, omdat hij gaat waarover hij gaat, en omdat hij zijn kwaliteit, net als wijn, met de jaren heeft bewezen... Net een beetje als rosé? Ja, zo is het. Daarom zie ik nog samen met iFilm Museum, die al mijn films restaureert en renoveert en conserveert, hebben we nog flink wat landen waar One People in première kan gaan. Zoals, wat dacht u van Zuid-Afrika? Ja. Wat dacht u van Israël? Ja. Wat dacht u van Syrië? Wat dacht u van Moskou? Ik bedoel, ga maar na op hoeveel plekken op aarde One People alsnog vertoond kan worden vanwege zijn fenomenale relevantie. Nou, ik ga ervan uit, hoor, zomaar zo dat het wel gaat gebeuren, hoor. Want net wat we samen concluderen en weten ook dat het een iconische film is. En ik denk dat je zo'n film terug in die tijd niet meer kan maken in deze tijd. Nee. In de eerste plaats niet, omdat je dan het geld daarvoor zou moeten hebben. Om 75 dagen te kunnen opnemen. Want toen ik One People maakte, was ik natuurlijk ik was 35 jaar oud. Maar ik was al ik was een ongediplomeerde filmvakman, omdat ik al 12 lange films van Scorpio Films had geproduceerd. 8 lange films van mijn partner Wim Verstappen. En de 4 lange films van mezelf daarvoor als regisseur. Dus ik had in totaal misschien 13.000 films gezien. Hallo? Ik luister naar u. Ik luister. Ik kijk gelijk met u mee in de tijd. Weet je? Ik word de film gek.
Ik hoorde u net ook zeggen, hè, en dat u heeft overal gewoond. Uiteindelijk bent u teruggegaan naar Suriname om terug te komen op het verhaal van Suriname paradijs. Was Suriname niet te klein voor u, voor uw denken? Ach, weet u, elke plek op aarde is misschien te klein voor... Nee, ik denk, was Suriname te klein voor... Ja, nou, ach, weet u wel, ik weet het niet, maar... Ik heb gewoond in Bangalore, een half jaar. Mm-hmm. Ik ben in Zuid-India getrokken, op Goa geweest. Ik heb ook gewoond in Dar es Salaam, Tanzania, een jaar of een maand, ook ongeveer 4 maanden. Ik heb ook gewoond in Yogyakarta, ook ongeveer 4-5 maanden. En ik ben daarna ook een paar keer terug geweest in Mumbai. En ik ben in Delhi zelfs geweest in het Rode Fort. Mm-hmm. In Old Delhi. I know, ja. Yeah. Door die reizen en door die geen toeristische reizen, maar ik heb maanden gewoond in die gebieden. U heeft het ervaren. Heb ik begrepen dat je Suriname geen arm land kan noemen. En de rijkdom van Suriname heeft te maken met de ruimte. We hebben hier allemaal zoveel ruimte. Iedereen heeft heel veel ruimte. Ja, maar men waardeert het eigenlijk niet zo. Nee, omdat men niet veel naar buiten is geweest. Maar er zijn wel genoeg mensen die het wel waarderen. Want er zijn in Suriname ook erg veel rijke mensen. Maar ze zijn natuurlijk in de minderheid. Dat zijn mensen die... Die zijn 1 of 2 keer per jaar zitten ze in Mumbai, of Bangalore, of in Calcutta, of waar dan ook elders. Waar heel veel geld is te verdienen. Hey, was u daar om film te maken, of was u gewoon avontuurlijk erheen getrokken om gewoon iets van de wereld mee te maken? Nee, in 1984 en 1983 heb ik op Aruba, waar ik was, Een jonge Amsterdamse vrouw ontmoet. Ze heette Djoeke Veninga. Zij was een bekende VPRO radioreporter, programmamaker. Mm-hmm. En zij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik terug ben gegaan naar Amsterdam. En zij is ook de moeder van onze op dit moment 34-jarige dochter Nina. Nina de la Parra. Die ook niet onbekend is. Nee, zeker niet. Zeker niet, ja. Maar... Zij maakte voor de VPRO deze programma's standplaats Harare. En dan gingen we naar, dan ging ik met haar naar Zimbabwe. Toen was Nina nog niet geboren. En dan bleef ze daar 4 maanden. En dankzij haar heb ik deze landen kunnen bezoeken waar ik niet alleen kort werd gebleven, maar toch lang genoeg om te begrijpen dat Suriname een paradijs is. Dat kan ik me goed voorstellen. En hoe vulde u dagen, behalve dan om met haar mee te gaan en mee te doen aan het project? Maar uw eigen vrije... Ik was voornamelijk de vader die natuurlijk voor de dochter Nina, die is een baby, een klein meisje, een tiener. Ik was er om haar... Zij kon dan die baby gemakkelijker meenemen. U was een beetje de oppas. Nee, ik was niet de oppas, ik was de man van, maar ook de vader van. Ja. Ik plaag u een beetje, hoor. Want ik bedoel, u heeft op een gegeven moment toch wel begrepen door die leefomstandigheden in die landen, bent u Suriname beter gaan waarderen. Wat ik aan u vraag is, hoe ging u vrije tijd besteden? Hoe kwam u daarachter? Hoe analyseerde u dat? Mijn hele leven is mijn vrije tijd, meneer Ray. Fantastisch leven heeft u. Ik heb nooit iets anders gedaan dan vrij zijn. Ik heb alleen maar vrije tijd gekend. Nooit iets anders. Alles is vrije tijd. Want uw werk was plezierig om te doen. Meer dan dat. Ik heb vrije tijd, gunst. Ik ben ook, je moet dan wel kunnen zinken, hè. En dat heb ik ook gedaan. Je moet kunnen zinken op de bodem, tot de bodem van bestaan. Je moet gewoon alles opgeven dat je denkt dat je bent of had.
Je moet je geld opgeven, je moet je reputatie opgeven. Je moet elk idee over jezelf opgeven, al je ego opgeven. En je moet vooral leren hoe je kunt vasten. Want als je geen geld hebt, kan je niet eten. En als je geen lieve vrienden hebt die je een maaltijd komen aanbieden, dan kan je ook niet overleven. Of andersom, dan leer je echt je echte vrienden kennen. Nou ja, echte vrienden, Als je niks hebt, dan heb je geen vrienden meer, toch, meneer Pim? Nou ja, nee, ik weet het niet. Nee, ja, dat van die echte vrienden, ik begrijp dat wel, maar die dingen kloppen helemaal niet. Het is allemaal precies anders. Ik luister naar. De dingen zijn niet zoals ze lijken, nog zijn ze anders. Alles is paradoxaal. Elke waarheid is een paradox. Het is hoe jij het interpreteert in het leven, zeg maar. Natuurlijk, omdat iedereen neemt alles persoonlijk. En je kan op een gegeven moment ontdekken, of ik heb ontdekt dat door veel te lezen, door me te verdiepen in kunstenaars, vooral veel schrijvers, filosofen, heb ik alles ontdekt over het bestaan. Maar als ik niet gestruikeld was door one people, als ik niet door de flop, het commerciële debakel en de echtscheiding, als ik niet gezonken was tot deep down, daar had het niet zo'n impact op me gemaakt, begrijpt u? Ik begrijp u heel goed. En vervolgens bent u ook eigenlijk Suriname, toch uiteindelijk, Pekumba Teberi, nog meer gaan waarderen, toch? Natuurlijk, maar dat heeft, het heeft te maken met ook de temperatuur. Minomanga Koru, is dat je? Ja. Minomanga Koru. Koru vreed, ja zo, meneer Pim. Ja, toen ik wat jonger was, toen heb ik het ook kunnen doorstaan, snapt u? Van mijn 20ste tot mijn 40ste, toen in mijn eerste periode in Nederland. Ook daarna zelfs van mijn 45ste tot mijn 55ste. Toen, ik hou niet van kou. Nee, ik ben het erop bekend. Ik ben het wat dat betreft helemaal met u eens. Ik zit vandaag de dag heel verkeerd hier zo. Maar aan de andere kant moet ik zeggen, nou ja, het is wat het is. Ik heb hopelijk in de toekomst kunnen we weer een beetje gaan reizen. En die reizen die maak ik heel graag naar Suriname. En ik hoop een volgende keer als ik die kant op kom, dat ik nog een keertje dat ik dit verhaal nog een keer met u kan nabespreken, maar dan met een camera erbij. Natuurlijk, u zal mijn telefoonnummer wel kunnen vinden. Of hebt u ook een e-mailadres dat ik mag noteren? Ja hoor. Dat gaat allemaal via Dennis hoor, dat is mijn redacteur, dus dat komt goed. U heeft contact met meneer Lapart, toch? Ja. Even terug, Pim, want Mokari Pim nu. Hoe je Suriname een paradijs hebt genoemd. Paradijs natuurlijk, ik begrijp, mijn naam is De La Parra, ja. Dus een paradijs met dubbele R. Oké, paradijs, en ik, wat dat betreft ben ik het met u eens, maar voor mijn luisteraars in diaspora of in Nederland, hè, want dat is ook weer een begrip, diaspora, maar voor de luisteraars hier, hoe kunt u Suriname hedendaags omschrijven? Is het nog steeds een paradijs? Natuurlijk. Het zal altijd een paradijs blijven. Zoals omdat ik u zei. Ik heb ontdekt dat je een paradijs kan noemen. Dat heeft te maken met het geringe aantal inwoners. En ik heb gezegd aan u. Het komt omdat hier iedereen eigenlijk. Ook al heeft hij geen cent te makken. Dat hij heel veel ruimte. We hebben heel veel vrijheid. Dus. Het land is veel te groot voor het geringe aantal inwoners. Zodat het nog 300, 400 of 500 jaar gaat duren voordat het misschien genoeg inwoners heeft zodat het zichzelf kan bedruipen. Want ik bedoel, je moet veel inwoners hebben die belastingen afdragen om je land te kunnen bestieren. En Suriname is te klein.
te weinig inwoners. En die inwoners zijn al zo gemêleerd. We zijn lekkere little United Nations. Dus de vrijheid die je hier in Suriname kan hebben, ook vrij zijn om te denken. Vrij zijn om te bewegen. Vrij zijn om te doen en te laten wat je maar wil. Dat is toch veel groter dan je dan in Noord-Europa kan beleven. Nee, dat weet ik. Absoluut. Is dat misschien ook de... Want ik kon dat een beetje proeven in het begin van ons gesprek. Dat u daarom zo graag... U wou onafhankelijk zijn. U stond achter de onafhankelijkheid van Suriname. Ja, maar luister. Toen dacht ik nog dat een mens onafhankelijk kan zijn. Of dat een land onafhankelijk kan zijn. Maar inmiddels heb ik ingezien dat niemand onafhankelijk is of kan zijn van een ander. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. En dat is juist het belangrijkste inzicht dat politici nodig hebben. En sociale wetenschappers en alle anderen. Het inzicht dat je niet onafhankelijk kan zijn. Het inzicht dat je afhankelijk bent van alles en iedereen. Dat de hele wereld, het hele leven is onderling afhankelijk van elkaar. Als ik dan kijk naar de tegenwoordige tijd, hè, de huidige tijdsgeest, meneer Pim, zie ik dat sommige mensen, hè, een aantal mensen, zowel in Nederland als in Suriname, bezig zijn via de media, radio, weet ik, tv, maar ook social media, namelijk Facebook. Bezig zijn vuur tussen de bevolkingsgroepen van Suriname, om daar vuur tussen te stoken. Wat vindt u daarvan? Ik vind daar niks van, anders dan dat het iets is wat altijd al is gebeurd. Er is geen tijd die u kan noemen op aarde, vanaf er mensen zijn, dat niet is gebeurd. Dus of het nou 5000 jaar terug is, of 3000, 2000, 1500... Het is, en het zal ook niet veranderen, omdat de mens niet zo gemakkelijk verandert. En als je jong bent, denk je dat alles verandert, omdat je dan gevangen bent in de illusie van tijd. Je draagt een horloge, je ziet, hé, wacht eens even. Je wil ergens naartoe gaan, je wil bewegen, je wil je ontwikkelen. Maar dit soort spelletjes spelen mensen al sinds mensenheugenis met elkaar. Mm-hmm. En daar komt ook racisme uit voor. Dus ik ben beter dan jij. Het is gewoon de verdeeldheid die in het menselijke denken zit. Er is niet aan te ontkomen. De Fransen zeggen, la plus a chance, la plus a reste, la même chose. The more things change, the more they stay the same. Er verandert eigenlijk niks. Alles blijft precies hetzelfde. Het enige wat verandert is dat... dat we denken dat de dingen veranderen. Maar er is nu een verandering van beleid in Suriname. Denkt u dat er dingen gaan veranderen in Suriname, eerlijk? Ja en nee. Er is nooit een verandering van beleid. Er kan geen verandering van beleid komen. Hoezo niet? Het is alleen maar... Nou, gewoon omdat zo werkt het niet. De politiek is gewoon een... Politiek is een... Continuering van beleid. Politiek is een gewone, mijn gunst. Ik moet geen stomme opmerkingen. Nee. Ik wil u daar ook niet in manoeuvreren. Wat zegt u? Ik wil u ook niet in die richting manoeuvreren, hoor. Ik probeer gewoon een beetje van uw wijsheid mee te nemen voor mijn eigen... Nee, geen wijsheid, man. Het is gewoon een onnozelheid. Ik ben een domkop. Ja, onnozel wat ik zeg. Het is nonsens. Nou, ik ga u geen domkop noemen, want ik heb ontzettend veel respect voor u. En als ik naar uw loopbaan kijk en wat u allemaal... Ik ga u ook geen domkop noemen. Ik heb alleen mezelf een domkop genoemd. Ja, nee, maar als ik kijk wat u in uw levensjaren bereikt hebt en wat u allemaal wel niet gedaan heeft. En hoeveel... Nou, maar ik heb niks bereikt, ik heb niks gedaan. Kijk u, hé, meneer Ree, nee, dat meen ik serieus. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat ik heb niks gedaan. U hoeft mij niet op de borst te kloppen over one people of dit of dat. Het is me gewoon overkomen. Niemand doet wat. Ook een politicus doet het niet. Niemand doet het, het overkomt je. Oké, laat me het anders zeggen. U heeft een bepaalde gave, een bepaalde talent, maar u heeft er wel gebruik van gemaakt. Nee, zelfs dat is niet waar. Ik begrijp wat u bedoelt. Maar het is me allemaal overkomen. En alles wat er gebeurt, overkomt ons. Omdat we, zoals een beroemde Duitse
filosoof, sorry, Arthur Schopenhauer heeft het eens heel goed gezegd. Een man kan maken wat hij wil, maar hij kan niet willen wat hij mag. Ik vertaal het. Een man, zeg maar een mens, ja. Een man kan maken wat hij wil, ja. Maar hij kan niet willen wat hij maakt. Nee. So, dat is voor de meeste mensen op aarde nog steeds eentje om over na te denken. Ja, bij mij komt hij goed aan hoor. Ja, ik heb dus, kan dus zeggen, ja, ik wil de Van Pieper maken. Ik heb toen een scenario geschreven. Kijk, hey, fantastisch, look om het jaar, jongen. Ik ben geweldig. Mama, pandje, landje. Een hele pandje landje. Dat is een woord uit de 70er jaren. Dat is een mooi woord, maar pandje landje. Ik ga hem onthouden. Ja. Je kan hem weer in gang brengen. Ik ga hem herintroduceren. Een pandje landje. Meneer Pim, ik kan denk ik uren met u praten. Ik vind het heel fijn. Ik ga afronden. Ja, dat stukje van dat racisme tussen die bevolkingsgroepen, dat gaat een beetje zo blijven? Of, Natuurlijk, de mens is niet te veranderen. Het blijft alles zo, er verandert op aarde helemaal niks. Alles blijft gewoon hetzelfde. En als u over 40 jaar, wanneer u wat ouder bent, dan zal u het ook kunnen inzien. Er verandert geen ene moer. Het is dus eigenlijk, ligt het aan jou wat jij als individueel mens met je eigen leven doet? Je hebt niet eens een eigen leven. Nee, want dat je is bent... alleen maar een fata morgana. Want je bent niet, want je bent niet, je bent niet onafhankelijk. Je bent nooit onafhankelijk, zegt u. Nee, je bent ook niet die je denkt dat je bent. Je bent iets heel anders. En dat andere ding dat je bent, dat wil je niet weten. Want je wil zo graag je ego. Je wil zo graag ik zijn. Je wil zo graag doen. Terwijl je niet kan rustig blijven zitten om te kijken hoe de dingen gaan. Zodat je ziet dat je gewoon je rustig moet houden en dat jij niks te vertellen hebt. Want het gaat toch zoals het gaat. Je moet het je laten overkomen en in dat geval zeg ik sluit me aan bij u. Ik ben ook een levensgenieter. Goed zo. Dankjewel Pim. Dankjewel voor het gesprek. Oké, niks te danken. Grantangi bilipa. Ori srevi. Ja, wetaki. Dankjewel. Ciao, ciao. Doei, doei. Zo, dat was een aardig gesprek. Pim de la Parra en ik heb ook het idee hoor, dat ik hem niet de laatste keer heb gesproken. Want ik vind het heel interessant om mee te praten. Ja. Weinig mensen van dit kaliber binnen onze Surinaamse samenleving. Of zullen er vast wel meer zijn hoor. Maar dat zal later moeten blijken. Maar van de film One People, door degenen die hem niet hebben gezien. Kan me bijna niet voorstellen. Maar ik zou zeggen, ga die film bekijken. Het is echt een iconische film. En hiermee ga ik de avond afsluiten. Mijn naam is Ray Rosé. U weet nou ook waarom ik zo heet. En dank u. Fijne avond. Standvaste Radio. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.